Hallo beste kijkers en welkom bij deze nieuwe video. Het is weer tijd voor de nieuwe Division Rivals Rewards. Ik heb deze keer minder gespeeld dan de vorige keer, omdat ik namelijk mijn gameplay een beetje verdeeld heb over twee consoles, over de PlayStation en de Xbox, naast het feit dat ik ook voor school best wel wat moest doen. Ik weet dus niet welke rang ik ben geëindigd. Ik was geëindigd gisteren in rang 2, tenminste rond het einde van de week van de Division Rivals, zeg maar. Dus zat ik in rang 2, maar nog maar net op het randje tussen rang 2 en rang 3. Dus ik denk dat ik rang 3 ben geworden. En daarmee krijg ik dus één van de volgende drie keuzes. Ik denk dat het rang 3 is geworden. Dan kan ik dus of 4 packies kiezen, of 36k, of 2 packies. Nu zijn deze niet heel spectaculair. We krijgen één zeldzame spelerspack en 2 zeldzame goudpacks. Dan kies ik toch weer voor de untradable rewards. Ik vind het leuker gewoon om packies te openen. De volgende ging niet zo goed. Ik hoop dat ik dit keer wel iets betere packs krijg. Iets wat echt mijn team verbetert. Ik kreeg, zoals je daarnet zag, inderdaad rang 3 rewards. Dus net niet goed genoeg. Ik wil eigenlijk wel proberen om rang 2 te bereiken doorgaans. Liefst rang 1 natuurlijk. Maar ja, dat is gewoon net niet gelukt. Want ik zit in divisie 3 en dan moet je heel veel spelen. En als je een keertje verliest, krijg je maar een heel klein schijntje van wat je normaal krijgt als punten. Maar we gaan maar eens beginnen met de 250k packs. Hopelijk ze daar iets goeds in. 12 items, 12 spelers. En ook allemaal zeldzaam. Hopen ze goed hebben. Dat is waar we naar op zoek zijn. Wat zit er in ieder geval? Borden spelen. We krijgen in ieder geval een speler met borden. Wat wordt het dan? De Finse vlag. Dan krijgen we Gadecki, want die zijn namelijk niet heel veel met borden. 34 algemeen doelman, 38 reflexen. En dit is niet waar je naar op zoek bent. In de rest van het packje zit ook niet veel wat heel bruikbaar is. Wel een paar spelers uit de Eredivisie wat altijd misschien van pas kan komen. Zoals David Neres en Frenkie de Jong. Voor de rest Marlos en Gadecki. Niet heel spectaculair. We gaan maar snel door naar de andere packjes. En dit packje snel vergeten. Pakje nummer 2 dus. Zeldzaam spelerspack nummer 2. Ik moet eigenlijk proberen om een keer een icon te packen. Is ook weer lang geleden. Het is geen icon. Het is niet eens een borden-speler. We krijgen weer eigenlijk iemand die heel slecht is. We krijgen Gaetan. 32 algemeen. 34 dribbelen. 31 snelheid. Maar hier heb je eigenlijk helemaal niks aan. Ook de rest niet van benoemenswaardige stats. We hebben hier Izquierdo dan. Prato. Mario Rui. Maar goed, het is allemaal niemand die ik echt ooit ga voorzien te gebruiken. Ik denk dat ik toen maar eens moet afleren om die untradable rewards te pakken. Omdat ik moet accepteren dat mijn geluk niet zo goed is. En dat ik maar gewoon voor verhandelbare rewards moet gaan. Want daar zitten mensen wel iets goeds in. Was het hierin? Dit keer dan gek genoeg wel. Bolletten zelfs een goudpack. Een Braziliaanse vlag. Center mid. En dan krijgen we Paulinho. Nou, Paulinho toch 35 algemeen. Dat is wel iemand die van waarde kan zijn voor een super sub, zeg maar. 79 verdedigen. 34 physical. En ik dacht heel eventjes, misschien krijgen we wel Neymar. Maar dat was voor iets te veel hoop, denk ik. Paulinho en Rachel. Alan ook zeker niet slecht. Jullie hebben gezien hoe fijn ik Alan vind. Dus dit is zeker geen slecht pack. Sterker nog, ik ben hier eigenlijk best wel tevreden mee. Want ze zijn allebei heel chill. Ik weet zelfs niet wie ik nou eigenlijk moet gaan gebruiken en wie niet. Daarnaast krijgen we ook een untradable leenspelerspack. Niet dat we daar heel veel aan hebben. We krijgen een premium leenspelerspack. En dat is dus iemand met de beoordeling van 81 tot 85. Maar belangrijker is het zeldzaam goudpack. We proberen dus nog een keer borden te krijgen. Net twee heel erg chille spelers. In de vorm van Alan en Paulinho. Laat me in de comments weten wie ik moet gebruiken. Of Paulinho of Alan. En vertel me er ook bij waarom ik ze moet gebruiken. Hier krijg ik Guilherme uit de Bundesliga. Ik vind hem wel chill, maar ja, ik denk dat je dan toch beter voor een Paulinho kan gaan. Of zoals ik net al zei, met Alan. Ook krijgen we Ryan, Donk en Inan. Dus allemaal niet heel geweldig. We sturen maar naar de club. En dan is dat wat we uit de packs krijgen op de Xbox. Dan heb ik ook net de PlayStation over. Een ander console waar ik volgens mij ook rond rang 3 of misschien net rang 4 zit. Ik hoop al rang 3, want ik had best wel nog een marge over. We gaan kijken hoe we daarmee zitten. En we gaan door naar de PlayStation. Account nummer 2. Kijk wat hier de rang is. Ik denk rang 4, dat ik daar net in heb gezeten. We krijgen daarmee dus niet zo heel dunder de rewards. 2 megapacks. Of 4 untradable megapacks. Dan kies ik toch denk ik weer voor de untradable megapacks. En kijk wat we nog in die laatste 4 packies krijgen. Ik kan voor de coins gaan. Maar goed, dat maakt eigenlijk verder ook niet heel veel uit. We krijgen 80 champions qualification points. Niet dat we die ooit gaan gebruiken. Wat we wel gaan gebruiken is de 4 megapacks. Toen was nog een best degelijk reward. Ik moet zeggen, het had altijd slechter gekund. En dan kan je hiermee toch best wel leuke spelers nog uitkrijgen. Hopelijk hieruit dus een leuke speler via borden. Hier in ieder geval niet. We krijgen Italiaan, center mid. We krijgen Bonaventura, wel een goede speler. Maar goed, niet iemand waar je naar op zoek bent. Ik kijk waaruit heel veel spelers in dit megapack. Kijk hier, ik krijg sowieso al gewoon meer dan 6 rare spelers. Dat zegt al heel veel. Daarnaast ook gewoon in totaal misschien wel 10 of 11 spelers. Dat is toch wel iets wat je niet heel vaak ziet in een megapack. Ik had dus bijna net zoveel spelers gekregen als dat ik normaal zou krijgen uit zo'n zeldzame spelerspack. Dus dan zie je met zo'n megapack kan het alle kanten op gaan. Je kan heel veel spelers krijgen. Je kan er heel veel consumables krijgen. Het kan letterlijk van alles zijn. Hier is het Borden. We krijgen als een Informpie. Braziliaanse Inform centerback. En dat wordt dan Erik Bottegien. Dat wordt dan de Eredivisie Inform die je dan kan packen. Erik Bottegien van 31 algemeen. Misschien handig wanneer je een keertje een Eredivisie Inform nodig hebt. Het is toch wel leuk om hem even te packen. En daarnaast krijg je nog een Kulu.
Ja, de rest is niet zo heel spectaculair. Maar Erik Bottigin in vorm is toch wel heel erg leuk. Low high work rate, 40 pace, 42 snelheid. Dat is niet zo heel geweldig. Maar goed, het is wel leuk om een Infombie te packen in deze Division Rivals Rewards. Door naar pack nummer 3. Hopen dat het geluk zo doorzet. Ik moet zeggen dat ik, ondanks dat de rewards misschien niet de allerbeste zijn, toch wel heel erg goede packs krijg. Hier in Weerborden. Dit keer geen Infombie. Kijk, een Duitser. Een rechtsback. En dat is Kimi. Want ik ben altijd aan het kijken of je nou het Engels speelt of het Nederlands. Dan is het namelijk altijd net weer het ene ander. Dan is het rechtsbuiten, dan is het rechtsachter. Nu krijg ik Kimi, 85 algemeen. Ook helemaal niet slecht. Dit is echt letterlijk wel een heel bruikbare speler. Daarnaast ook Anderson, Talisca en Robertson. Het is dus dat ik ze niet kan verkopen. Anders was het ook best wel een waardevol packie. Ik bedoel, Kimi met high-low work rate. Het is een van de betere rechtsbacks in de game. Ondanks dat zijn snelheid niet al te best is. Ja, Robertson in de Premier League toch een heel erg goede linksback. Dus die had ook al veel van verkocht. En Anderson, Talisca. Een heel erg goede middenvelder oprecht. Ik kan hem aan iedereen aanraden. Hij heeft alleen niet zijn al te beste uithoudingsvermogen. Wel 4 sterren skills en 4 sterren weak foot. Naast dat hij 1,90 meter is. Goed packie dus. En dan hebben we er zelfs nog eentje over. Die we nog kunnen openen. Naast de 33 plus loan player pack. Maar ja, daar heb je nou ook niet zo heel veel aan. Door naar het mega pack. Dat is een stukje belangrijker. Het geluk zit er nu toe aan onze zijde. Een legend was helemaal geweldig geweest. Uit het laatste pack is dan uiteindelijk niet al te best. We krijgen Butland, 31 algemeen doelman van de championship zelfs. En dat is dan het laatste packie die we gaan openen. Dit laatste pack was dan niet zo heel denderend. We krijgen Bolasie, Butland, Zemaili en Jetlin. Baines en de rest is misschien handig voor een SBC. Maar daarnaast houdt het verder ook al op. Maar ik ben niet ontevreden dat ik hier de untradable rewards heb gekozen. De 4 megapacks waren toch wel erg goed. En ik kan die spelers heel goed gebruiken voor SBC's. Want zoals je al had gezien in andere video's heb je die toch al best vaak nodig. Bijvoorbeeld die Champions League, SBC en zo. Daar heb je toch altijd wel spelers voor nodig uit een bepaalde competitie. Of een bepaalde rating. En dan voldoen die untradable spelers altijd daaraan. Dan zijn we nu aangekomen bij het einde van de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden om naar te kijken. Laat me dat zeker weten met een like. En laat me ook weten wat jullie hebben gekregen uit de Division Rivals Rewards. Laat er meteen een like achter. Vergeet niet te abonneren. En klik op het ietsje rechtsboven in het scherm voor alle FIFA 19 video's die ik gemaakt heb. Dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video. En dat wordt een Weekend League video. Bereid je voor, het begint weer. En dan zie ik jullie hopelijk bij die video. Later mensen.